Hallo kijkers, weer tijd voor een rondje Parkstaats. Op dit moment zijn we in Borgerswold en daar staan klassieke campers. We gaan daar eens een kijkje nemen en kijken wat de mensen daar hebben verteld. En we hebben nog iets met lijmziekte, waar op twee plaatsen in Veendam een actie worden gevoerd om geld bij elkaar te krijgen voor de medicaties. Loop je mee? Gaan we even hier kijken. We staan in Borgerswold bij de strand en hier hebben een aantal mensen zich verzameld en naast me staat Camp Doldersum. En wat is hier aan de hand? Ik zie allemaal campers, bussen, ik weet niet, leg mij maar uit, ik heb daar geen verstand van. Nou, mij is gevraagd om een keer een treffen te organiseren in het noorden, want meestal zitten wij ver weg. Dus vandaar dat ik dat is bedacht heb van nou, laat me het dus in het noorden doen. Om het hier eens te laten zien van wat we altijd doen. Dus vandaar deze treffen. En het campersgebeuren, is dat een soort hobby of zo? Ja. En echt puur de oudjes eigenlijk? Ja, de oudjes, ja. En hoe lang doe je dat al? Oh, wij doen dat nu ongeveer 3 jaar. Maar hoe heb je Borgerswold gevonden? Het idee van, god, het kan ook in Borgerswold. Ja, zoeken. We hebben een hele internet een beetje afwisten van om plekken te zoeken. Om, ja, die bussen moeten natuurlijk wel kunnen staan. Hè? Ja, of ga je bij de buurman kijken. Wat over campers staan jullie, Joost? Ik denk dat we hier ongeveer nu staan met 40, 45 campers. Oké, okay, en over wat voor leeftijden praten we eigenlijk met deze campers? Nou, deze campers die zijn vanaf, ik geloof dat de eerste dag van 1968 is, zag ik staan. Dus dat zijn oude jongens bij. Zo, en is dat een duur hobby, zo'n camper, of is dat... Nou, vaak is het de mensen die kopen een camper, en die, of een bus, een lege bus. Het is naast allemaal zelfbouw, hè. Het wordt allemaal zelf in elkaar geknutseld en gedaan. Er bestaan ook fabriekscampers natuurlijk, maar je moet je patiëntjes meenemen. Ja. En je koopt een oude bus en die ga je restaureren en dan bouw je een mooie camper en dan ga je op vakantie. Ja. Of naar deze treffers. Ja. Nou ja, we hebben net ook een camper gezien, daar zit een motor helemaal achterin ingebouwd. Ja. En we gaan daar even kijken hoe ze dat ding uit gaan bouwen. Ja, ik denk dat ze druk bezig zijn. Ja, we gaan even kijken. We hebben net even gezien hoe jij je koolwing uit je camper kreeg. Die constructie heb je helemaal zelf bedacht. Gedeeltelijk verbouwd. Hij zat er gedeeltelijk in. Alleen aangepast aan de koolwing. En waar werden voor die tijd gebruikt? Voor de trekker die op de zijkant staat. Van een tractor? Die staat op de zijkant van de camper. Oké, okay, kijk maar straks. Maar ik vind het geweldig. Het is in principe heel eenvoudig. Het is een pas. Ja. Loop met de kraan. Ja. Dus, zo zie je het niet. Nee. Nee, we kwamen niet eraan, maar zoiets van, hoe krijgt hij een dienvredesnaam uit? Maar, ja, nooit gezien. Ja, geweldig. En dit duurt ook niet lang. Nee, 5 minuten, 10 minuten. Ja. Dus, maak je er vaak gebruik van als je op pad bent? Met de motor gaat altijd mee. Ja. Dus, zoals voor de boodschappen of een stukje rijden. Ja. Zo'n camper, daar heb je toch groot rijbewijs van, of niet? Ja. Ja. Speciaal ervoor in geweest, of had je hem al? Had ik al. Had je hem al? Ja, dat had ik al. Ja. Je wordt bedankt. Ja? We zitten even naar Berens en eigenlijk een thuiswedstrijd voor jou. Ja, voor mij wel. Ja. Ik woon op Breed Westerdiep. Dat is hier 2,5 kilometer vandaan. Dus dat valt mee. Dus ik moest gistermorgen op tijd weg. Ik heb 2 keer pauze onderweg om hier te komen. Ja, dat en ook, dus, dat was dus 3 kilometer? Ja, bijna 3 kilometer ja, wel. Ja, dus, 2 pauzes. Dus ja. dat komt goed. Dus, ja. Maar ik hoor het nog veel leuker. Vooral over jouw bus, camper. Wat moeten we ervan zeggen? Ja. Nou, het is een bus, of is het nou een camper? Ja. Vroeger was het een bus en nu is het nog een bus, maar de inrichting is nu een kampeerauto geworden. Vroeger toen, was er van de Gado en toen hebben we er nog mee gereden, toen was die geel. En toen zaten de stoeltjes er allemaal nog in en toen mochten we nog met de kaartjes met de mensen rijden. En ik ben met 24 jaar bij de Gado begonnen en toen reden we nog op deze bus. Dus met andere woorden, je hebt als werkzijnde altijd een buschauffeur geweest op deze bus. Ja.
En hoe kom je dan op het idee om deze bus te kopen? Ja, die bussen worden te oud en dan willen de mensen niet meer met deze bus. En dan moet die maatschappij hem kwijt. En als je dan geluk hebt, kun je zo'n ding kopen. En als je die dan koopt, dan ga je een paar jaar aan timmeren en bezig en dan bouw je er dus een camper van. Ja, maar... Alle stoeltjes en bankjes eruit en allemaal opnieuw weer inrichten. En dan moet je zo'n idee moet je hebben. En ja, dit is al een idee van 20 jaar geleden. Toen waren de campers nog niet zo erg als nu. We zijn nu allemaal campers. Nee, maar je bedoeling was dus in je werkperiode, ik wil een camper kopen of had je direct al zo, als ik een camper koop, dan wil ik een bus hebben? Ja, als ik een camper heb, dan wil ik ook een groot hebben. Ik heb 6 kinderen, dus die moet nog allemaal mee. En in een klein campertje, dat valt niet mee. Nee, dus, ja, daar weet ik alles van hoor. Dus toen kreeg ik een idee zeg maar, om zo in te pakken en dan om te bouwen. Maar ja, dat is 20 jaar geleden. Nou zijn er heel veel campers, en toen begin niet. Dus je moet je goed rondkijken hoe je het allemaal hebben wil en hoe je het doen wil. En iedereen tekening maken van hoe zullen we dat allemaal doen met elkaar. Nou, en op duur kwam je eruit en dan ga je zo'n ding bouwen. Ja, en nou klaar is, zegt iedereen, ja, dat wou ik ook allemaal doen vroeger. Ja, ik zeg, maar dat had je moeten doen. Ja, ja. En als je 65 bent en je moet dan op beginnen met het spul, ja, dan wordt het een moeilijke zaak. Ja. Hoe het met de gezondheid is, ja, maar je altijd maar afwachten. Ja, huh? Maar wat was de verste reis waar je met deze bus gedaan hebt? Deze is in Italië geweest en deze is in Roemenië geweest en heel Europa heeft hij gehad. Zo. Denemarken heeft hij geweest, maar hij is niet in Engeland geweest. Ik wel met bus, ja. Van mijn busreizen wel, want ik heb later op tour gezeten. Maar deze bus is niet in Engeland geweest, maar het wel heel Europa gaat. Ja. En de onderhoud van zo'n bus, is dat nog kostbaar of zijn die bussen zo robuust gebouwd dat allemaal meevalt? Zo'n motor, als je die normaal behandelt, loopt 3 miljoen kilometer mee. En deze heeft nou 900.000 gelopen, dus ik kan dan een poosje mee. Zo. En als je dat een beetje met beleid doet en niet aan het racen en aan het trekken gaat, dan valt er allemaal wel mee. Hij is van 1974, dus hij is bijna 44 jaar. Die moet je niet overbelasten. Je moet niet zeggen, ik ga in voorgaans trappen met dat ding, want dan is het natuurlijk ook stuk. Ja. Maar anders valt het allemaal wel mee. Als je het op regel hebt, ja. En dat is overal zo mee, als je een beetje bijhoudt, dan valt dat mee. En eigenlijk moet je het zelf kunnen. En ik ken het zelf, dus daar heb ik geluk mee. Okay. He, maar als je het naar de garage brengt, dan is het enorm duur en is het niet te betalen. Nee. Als je het zelf een beetje kan doen en je hebt een clubje met elkaar en je hebt Facebook tegenwoordig. Met die busmannen allemaal en die weet dat en die weet dat. He, en dan met elkaar komt dat nog wel. Ik heb vroeger een keer zo'n bus gesloopt voor onderdeel. Dus ja. Ja, net wat een stuk gaat heb je natuurlijk niet, zo is het altijd. Ja. He, dat, he, je hebt een hele schuur vol. En, maar dat valt allemaal mee. Joh. Als je het zelf een beetje kan doen, dan is het wel te doen. Ja. De meeste kosten is als je gaat rijden, brandstofverbruik, hij loopt 1 of 4. Nou ja, dat is het enige wat je echt hebt. Ja, en de dieselprijzen zijn een flink omhoog. Ja, die bent weer wat duurder geworden. Ja. Ja. Maar ja, je moet ook genieten. Als je een weekend naar de kroeg gaat, die weer gaat feesten, ben je ook een paar honderd piet. Nou, en nou stop je in de dieselolie en die komt ook overal. Ja, toch? Ja. Kijk, en eten en drinken kan je zelf maken hier, dus daar spaar je weer op terug. Dan valt er allemaal nog wel best mee. Okay. En je kan wel genieten. Ja, ja, ja. Ja, je hebt ruimte genoeg. Ja, nou ja. Ja. Je hebt een zware rit achter je rug, die 3 kilometer. Dus, ja, ik moet even rusten. Ja, je moet tot rust. Ja, tot rust komt. Ja, echt wel, ja. En weer een prachtig mooi weer. Ja, het is geweldig. Ze hebben dat goed uitgezocht. Ja. Ja. Hoe ze dat gedaan hebben, dat weet ik niet. Maar in Kim was dat in Peter, meen ik, die het er allemaal georganiseerd. Maar die hebben dat goed geregeld met dit weer. Ja. Dus hoe ze het allemaal klaar kregen, ik weet niet. Maar het is wel goed. Okay. Ja. En er zijn heel veel opkomst hier. Hè. Als je rondkijkt, met allemaal bussen. Ja. Ja, dat is mooi hoor. Even zo'n busmeeting is wel leuk. Ja. Je wordt bedankt. Is goed, jongens. Ook een prettige dag verder. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Ja.